Afgelopen vrijdagavond was het voor een van de koeien van het boerenbedrijf van de familie Kroondijk in Hichtum tijd om te bevallen. Omdat de koe vorig jaar 2 maal op 1 dag was geïnsemineerd en de koe aardig was gegroeid, was de verwachting dat er wel eens 2 kalfjes konden komen. En dat gebeurde ook, maar toch was het erg bijzonder daar in Hichtum. Rindert Kroondijk keek wel even vreemd op toen er een rood bont en een zwart bont kalfje ter wereld kwamen. Het komt wel eens vaker voor dat van één en dezelfde stier een rood of een zwart kalfje wordt geboren. Dit heeft te maken met de genen van de stier. En in dit geval leidde dat tot deze 2 zusjes. En omdat het koekalfje zijn, blijven ze op de melkveehouderij van de familie Kroondijk. Oh ja, de namen zijn Sonja en Sjeu, vernoemd naar een lied van Pieter Wilkens. Der Wienerust was zusters op een lietse boerkerij. Daar hingen ze een café en ze molken 30 kei. De ene wie een driesten en de oren wie nog grien. De ene wie bekoorlijk en de oren kan je neer.